Ja, het zit er bijna op voor mij. Na een weekje basecamp is dit mijn laatste dag. En het meest indrukwekkende heb ik voor het laatst bewaard. Wat is dit? Ja, dit is een Browning M2.50 machinegeweer. En hij is heel erg zwaar. Dat is heel indrukwekkend natuurlijk, zo'n wapen. Maar doen deze het nog? Nee, geen van alles. Ze zijn allemaal gedeactiveerd. En jullie staan er wel hiermee op basecamp. Waarom eigenlijk? Nou, omdat het wel degelijk een deel van de geschiedenis is en dat moet gewoon getoond worden. Getoond worden, maar ik denk wel dat sommige mensen ook denken van moet dat nou, al die wapens? Dat hoort er wel een beetje bij natuurlijk. Ja, want het is een hele duidelijke manier om te zien wat de duistere kant ervan geweest is. Ze hebben natuurlijk wel wat gedaan. Ja, ze hebben wel wat gedaan. Kan ik het nog afvuren? Want ik moet zelf ook dingen doen. Is dit nog iets wat ik zou mogen of kunnen doen? Absoluut niet. Het is onmogelijk om deze nog bruikbaar te maken en natuurlijk hartstikke illegaal. De laatste loodjes op Basecamp in Schijndel. Voor mij sowieso, voor Joris ook, die is van de Screaming Ducks. Heb jij ook zoiets van, ik wil eigenlijk wel naar huis? Nou, na een week in een tent is een eigen huis met een bed en zo is wel weer heel prettig, ja. Jullie hebben hier ook een week verbleven. Het zit er bijna op. Heb je nog meer respect gekregen voor de Amerikaanse soldaten die hier gewoon moesten blijven? Ja, natuurlijk. Kijk, wij gaan allemaal naar huis en dat is een gegeven. En in de oorlog was dat al heel onzeker. Dus alleen dat al maakt het heel bijzonder wat zij hebben moeten doormaken. Is dit mijn laatste avondmaal? Nee, dat is niet de laatste avondmaal. Maar het is een recept uit de oorlog. Het is bananen, appeltjes, cake. Aten ze ook in de oorlog. Dit was het voor mij. Het zit erop. Na een week bivakeren op Basecamp in Schijndel. Ik heb veel geleerd over de oorlog. Dingen die ik nog niet wist. Bijvoorbeeld hoe de Amerikaanse soldaten leefden. Hoe was dat leven nou? Hè? Daar heb ik items over gemaakt en over geschreven op omroepbrabant.nl. Is alles terug te lezen en te kijken. En ja, ik heb er een motor aan overgehouden, denk ik. Want wat voor motor is dit? Dit is een Harley Davidson, gebruikt door het Amerikaanse leger. Een WLA. Ik mag er zelf al meer dan 25 jaar op rijden en ik denk niet dat u er een motor aan overgehouden heeft. Oh, nou dat is jammer, maar dat is wel gelijk wat ik hier heel erg veel ben tegengekomen. Mensen die met heel veel passie en plezier praten over die tijd, over de Tweede Wereldoorlog en dat we bevrijd zijn en ook over hun hobby.